In de foyer voorafgaand aan de buitengewone raadsvergadering was het vooral een weerzien van oud-bestuurders en raadsleden. Een van hen was Wim van Egmond. Hij was 8 jaar wethouder onder Wieringa. Nou, vooral een heel aardige man om mee te werken. Dat is denk ik het belangrijkste. Je kon goed met hem overleggen. Hij was altijd benieuwd naar je persoon of de familieleden of wat dan ook. Dus vooral een heel aardige man. Maar daarnaast ook een heel gedreven man in datgene wat hij wilde en wat hij wilde bereiken. Belangrijk voor de stad? Uiteraard belangrijk voor de stad, ja. Co Wieringa heeft in de 17 jaar dat hij de scepter zwaaide veel betekend voor de stad. Een extra herdenkingsmoment was dan ook, volgens de huidige burgemeester, op zijn plaats. Co Wieringa was natuurlijk ook een hele bijzondere man die heel veel heeft betekend. Veel mensen kennen hem ook nog, hebben met hem gewerkt, waaronder ik zelf. En dat betekent dus ook dat bij veel mensen ook het idee heerste dat we ook iets extra zouden moeten doen. En daar ben ik het helemaal mee eens. De buitengewone raadsvergadering met muziek en toespraken was openbaar, maar vond op verzoek achter gesloten deuren plaats. Was je eenmaal binnen, dan mocht je er niet meer uit en andersom. Maar ook in de foyer was de bijeenkomst goed te volgen.